beetje druk, ik moet door, het orkest. Ja, dus kom op even naar de tafel. Wat? Kom op. Ja. Ha, breng nieuwe moed. Ha, breng, hier is het. Ja. Een zonnetje onder de mensen. Ha, pa, 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 pa. Dus al meteen. Kom ik. Au. Oh, pijn. Ankie. Nou, en door. Mijn lieve zuster Ankie. Het lijkt mij verstandig dat we eerst eventjes wat dingen met elkaar bespreken. Bespreken? Ja. Wat wil je bespreken? Ja, ik heb het druk. Hup. Nou, hoe we het gaan doen en door. Ja, kijk, ik ben je reuze dankbaar dat we mogen repeteren in jouw buurthuis Hoogsloor. Nou, geen dank voor ja. Nee, sinds ik het buurthuis van mama overgenomen heb, probeer ik zoveel mogelijk huurders te vinden. Ja. Andere kant. En toen jij met het orkest kwam, dacht ik, dit is een goede kans. Dus geen dank. Liever gezegd, jij bedankt. Je blijft mijn lieve broertje. Ja, maar omdat het zo'n tijd geleden is dat er zo'n grote regieklus op mijn pad is gekomen, wil ik het graag netjes aanpakken. Nou, mijn zegen heb je. Zet hem op, Jaap. Ja, dat bedoel ik nou. Je noemt me steeds Jaap. Ja, Jaap. Ik noem je al mijn hele leven Jaap, want dat is je naam. Hoe moet ik je anders noemen? Ja, Jaap is mijn naam, ja. Maar misschien kun je me beter bij die nette mensen van het orkest meneer noemen. Meneer? Maar je heet toch Jaap? Je bent mijn bloedeigen broer, dan ga ik je toch geen meneer noemen? Ja, jawel, doe dat nou wel, want dat staat professioneler. Professioneler? Ja. Ja, kijk, die mensen van dat orkest zijn hele nette, keurige mensen. Ja, en het is een eer dat ze mij gevraagd hebben om een show te bedenken en te regisseren. En dan kan je niet aankomen met, oh ja, dit is Ankie, ze maakt wat schoon, zet wat koffie en oh, noem mij maar Jaap. Waarom niet? Omdat dat niet hoort. Zo gaat het niet in de muziekbusiness. En omdat het een heel belangrijke show is. Waarom doe je zo geheimzinnig? Het is een belangrijke show met belangrijke gasten. Koninklijke gasten. Oh, koninklijke gasten. Wie komt er dan, Maxima? Nee, Beatrix. En misschien komt haar zoon ook nog mee. Ja, we maken de show. Bedankt. Beatrix, om haar te bedanken voor al het goeds wat ze heeft gedaan voor ons land. En dat hoeft ze nou niet meer te doen. Dus wij bedanken haar. Bedankt, prinses Beatrix. Prinses Beatrix. Wat klinkt dat gek, hè? Ja, ik moet er gewoon nog even aan wennen. Je blijft toch gewoon koningin zeggen. Ja, als je dat maar laat. Het zou een ramp zijn. Ja, ja, de mensen van het koninklijke huis hebben namelijk een titel. En die hebben ze hoog te houden en die hechten daar ook zeer veel waarde aan dat je ze bij die titel noemt. Zeker koningin, prinses Beatrix hecht daar zeer veel waarde aan. En ik ook, dus geen Jaap, maar meneer alstublieft. Nou, dat zal ik dan maar gaan proberen, Jaap. Maar meneer. Ja, ja, en doe nou maar gewoon normaal, dan komt het allemaal goed. Niet lachen. Ja. Hoor de bel, dat zullen die mensen van het orkest zijn. Ja. Kom op, kom op. Dat orkest, ik ben wel benieuwd hoor. Het schijnen keurige mensen te zijn, Ankie. Nou, eens even kijken, wie zijn daar? Oh ja, het is het orkest, komt u maar binnen hoor. Wat leuk. Welkom in buurthuis Hollandsglorie. Hallo. Komt u maar verder. U mag achter mij aan. Goedendag. Oh, grote toeter, meneer. Ja. Zo. Welkom in buurthuis Hollandsglorie. Hallo. Eens even kijken. Komt u binnen. Oh, stokjes. Ja, hoor. Dag. Nou, de ree houdt niet op, zie ik. Hallo. Dat die is kapot. Veel koppen koffie. Oh, oh. Ja, oh, leuk. Hallo. Koeken. Dag, meneer. Eens even kijken. Oh, zo. Nog meer. Oh, ja, de grootste van het orkest. No. Hallo, dag mevrouw. Oh. Ook zo'n grote toeter, weet die man. Glorie. Hallo. Ja, hallo. Loopt u maar door, hoor, mensen. Loopt u maar door, hè. Er is plaats genoeg. Ankie, we lopen een beetje achter op schema, dus we moeten een beetje doorgaan. Ja, ja, ik zal straks even de koffie... Eén, twee... Goedendag, hallo. Drie. Dag. Veel koffie. Je telt ze wel, toch? Of ze wel er allemaal wel zijn? Ik ben het even kwijt. Hallo. Meneer met de Ze gaan al stemmen, joh. Hallo. Dag, mevrouw. Welkom in buurthuis van ons glorie. Hallo. Hallo. Jeetje, wat een orkest, zeg. Goedendag. Wat een hallo. 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 Welkom in buurthuis Hollandsglorie. Neemt u plaats. In de bar? Hallo. Ja. Hallo. Goedendag, mevrouw. Nog meer mensen. Hallo. Dag.
Hallo. Hallo. Ja hoor. Hallo. Goedemiddag. Dag. Hallo. Hallo. Komt u binnen. Ook wat een grote toeter. Kast. Nou ja, Jaap, hè, we hebben wat te doen. Hallo. Oh, en de klarinet. Ja? En meneer de dirigent. Welkom in buurthuis van ons school. Dank u van mij. Neemt u plaats. Zo. Eens kijken hoor. Orkest. Lieve mensen van het orkest. Mag ik even uw aandacht? Ja, dank u wel, dank u wel. Hartelijk welkom in buurthuis Hollands Glory. En ik weet zeker dat wij een fijne samenwerking zullen beleven. En dat wij van onze show, bedankt prinses Beatrix, een groot succes zullen maken. Ja, het is nog even afwachten op de solisten, excuses daarvoor. Maar stem gerustig uw instrumenten. En ondertussen zal Ankie, mevrouw Van Wijk, u van koffie of thee voorzien. Dank u wel, dank u wel. Ja, beste mensen. Welkom in buurthuis Hollands Glory. Ik ben de eigenaresse Ankie. Even voor de duidelijkheid. De koffie en thee is vandaag nog gratis, maar ik verwacht voor de rest van de repetitietijd dat u gewoon betaalt. Ik vraag niet veel hoor. Een kop thee kost 50 cent en een kopje koffie kost 20 cent. Graag te deponeren in het spaarpotje naast het koffiezetapparaat. Dank u wel. Hallo, stem gerustig hoor. Ja. Ankie! Waar zijn de solisten? Ze zouden hier om 10 uur zijn. Ik heb geen idee, Jaap. Maar doe nou maar rustig, ze komen vast wel. Oh, ja, natuurlijk, meneer de dirigent. Tuurlijk. Eens even kijken. We beginnen bij het begin, bij het instrumentale stuk. Ja, het Stedelijk Orkest. Solisten. Oh, wat fijn. Dag. Dames en heren van het orkest, mag ik u met trots voorstellen aan Marius da Silva. Ah, santé, dank u. De wonderschone Eefje Cameratti. Oh. En de nachtegaal van het zuiden, Isabella Jongeri. Yes. Ja, dames en heren. Ja, heel goed, dames en heren. Ja. Ik ben heel blij dat ik met jullie mag samenwerken aan deze fantastische voorstelling. Ik weet zeker dat de majesteit met volle teugen zal genieten van mijn wonderschone zang en jullie prachtig gespeelde muziek. Oh, het is trouwens voor mij niet de eerste keer hoor dat ik voor zo'n hoog publiek optreed. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, treed ik al jarenlang op in het binnen- en buitenland. En geef ik daarnaast masterclasses aan de meest getalenteerde zangstudenten van over de hele wereld. Ik heb ook nog muziekboek. Wilt u koffie? Ja, graag. U zult wel een droge mond hebben van al dat praten. Bedankt. Alsjeblieft. Goed. Waar is Isabella?
Ja, die kon niet komen. Die kon niet komen? Ik weet van niets. Jawel, ja, ze heeft mij een tekstbericht gestuurd dat ze geen tijd heeft. Geen tijd? Maar mama, we hebben contracten getekend en alles. Ja, wat ik is lees dat? Het wel even voor. Oh, ja, graag. Huh? Mijn allerliefste Marius, wil jij doorgeven dat ik er helaas niet bij kan zijn? Ik heb een zeer belangrijk en beter betaald optreden voor de Sultan van Zimbabwe. Veel liefs en break a leg, Isabella. Hè? Sultan van... En wij dan? En de koningin? Prinses! Prinses! Ach, niemand zal Isabella missen. Hé, hey, ik ben er, Marius da Silva. En Eefje kan ook een flinke roedel zingen. Dat komt helemaal goed. Ja, maar toch... Oh, Eefje, wil je wat zeggen? Ja, wat jammer van Isabella. Ja, het had me leuk geleken haar een keer in het echt te ontmoeten, maar helaas. Tja, en verder. Ik voel me vereerd om hier te mogen zijn. Zullen we meteen beginnen met repeteren? Los het probleem later wel op. Ja. Ja? Ja. Ja. Eens even kijken. Ja, ja. Wilhelmus, la 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 la, dat doet het orkest straks, ja? Terwijl de koningin binnenkomt. Prinses! Prinses! De prinses zit. Nou, dan. En dan hier een lied dat u meeneemt aan de warme herinnering aan de liefde in uw leven. Ja. Eefje, ben je er klaar voor? Ja, ik ben klaar. Een beetje verliefd is iedereen, wel eens een beetje. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat avond luistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Geetje. Met handen voetjes in een klein cafeetje. Stop, stop de muziek! Stop! Hey, hallo. Wat is er? Sorry, ja, maar Eefje zingt de tekst niet goed. Niet goed? Ze zingt toch prachtig? Eefje zingt... Ik doe het even overdreven vol. Dan weet je, dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rundevoetjes in een klein cafeetje. En wat is daar mis mee? Het is rendezvousje, niet een rendezvousje. Ik heb zelf een half jaar in Parijs gewoond en de uitspraak moet wel correct zijn, nietwaar? Even verand het op, Eefje, nu goed. Natuurlijk. Meneer de dirigent. Een beetje verliefd is iedereen, een eens een beetje. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor luistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met ronde voetjes in een klein cafeetje. Stop, stop. Jaap, koekoek, wil je koffie? Wat? Jij zat ver weg, waar zat je met je hoofd? Wil je koffie? Gaat het goed met de show? Ja, het gaat heel goed met de show, ja. Ja, gisteren de eerste repetitiedag gehad, vandaag de tweede, ja hoor, het gaat allemaal goed komen. Wat gaat goed komen? Nou, met die tweede zangeres. Ik had gewoon verwacht dat Isabella zou komen en niet afzegt voor een of andere sultan. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, dat is ook niet netjes. Nee. Nee, maar dan zoek je toch gewoon een nieuwe zangeres. Zo moeilijk is dat toch niet? Ja, dat dacht jij. Het is nog moeilijk om een goede zangeres te vinden die goed bij de tijd is en weet wat ze doet. Ze moet namelijk optreden voor de koningin. Prinses. Een prinses. En daarbij moet ze heel aardig zijn en vriendelijk naar de mens toe. Heb jij misschien nog een kopje koffie? Ja. Ja, natuurlijk. Ik schenk er meteen een in. Kijk eens, alstublieft. Ik heb hem. En verder? Aardig en sociaal naar de mensen toe. En een luide stem hebben. Wacht even, Jaap, mijn zoon komt binnen. Waar denk jij naartoe te gaan, jongeman? Heb jij je huiswerk gedaan? Ja. Oh ja? Wat voor huiswerk dan? Nou, gewoon huiswerk.
Gewoon huiswerk. Kom eens hier. Wat heb jij gedaan? Nou, gym. Gym. Dat dacht ik al. Je gaat naar boven, je gaat studeren. Mam. Ricky. Och, die jongen. God mag hopen dat je niet op je vader gaat lijken. Waar waren we? Je zocht iemand met een luide stem? Ja, een luide stem, Ankie. Maar... Ricky! Nou ben ik klaar met je. Je gaat naar boven, je gaat studeren. Mam. Ga! Och, Jaap, meneer. Ik moet even wat regelen. En wat die zangeres betreft, dan hou je toch gewoon een auditie. Ankie? Nee, een auditie. Ja, een auditie. Ja, weet je, kijk, ik wil dat nummer best zingen. Maar ik vraag me dan gelijk af, over welk dorp gaat het eigenlijk? Het nummer heet het dorp. Ja. Ja, nee, precies. Maar over welk dorp gaat het? Kijk, ik als zanger vind het namelijk heel belangrijk dat ik weet wat ik zing. En nog veel belangrijker dat ik weet waarover, toch? Nou, Jaap, jij als regisseur, jij moet dit weten. Over welk dorp gaat het lied Het Dorp? Ha? Over welk dorp gaat het lied Het Dorp? Van Wim Sonneveld. Wat ik moet zingen voor Trix. Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Nee. Maar dat is toch heel belangrijk, Jaap? Kijk, ik als zanger moet wel weten waar een lied over gaat. Zodat ik het goed kan overbrengen. Anders snapt het publiek er helemaal niets van. Kijk, nu zing ik het lied Het Dorp zonder dat ik weet over welk dorp het gaat. Let op. Let op, hè, allemaal. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u ook waarschijnlijk niet, mij ook niet, maar het is waar ik geboren ben. Nou, ik weet niet welk dorp dit is, en het publiek dan ook niet. En nu, laten we zeggen dat het lied Het Dorp gaat over het dorp waar ik bijvoorbeeld geboren ben. En waar ben je geboren? Waddinxveen. Dat is geen dorp. Nee. Toen ik er geboren werd wel. Waddinxveen is een plaats en een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dijkdorp ontstond in de 13e eeuw als veenontginning op de Westoever aan de Gouwen. Waddinxveen staat vooral bekend om zijn stroopwafelfabrieken en meubelfabrieken. Ja. En als ik met al die wetenschap het lied Het Dorp zing, alsof het over mijn eigen geboorteplaats gaat, dan zing ik dat lied toch heel anders. Kijk maar. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, dat zegt u ook waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Heel anders vinden jullie niet. Ja. Nou, dan gaat het lied over Waddinxveen. Ik geloof dat ik ergens gelezen heb dat de schrijver van dit nummer, Friso Wiegersma, geboren is in de buurt van Waddinxveen. Nou, mooi. Dan gaat het over Waddinxveen. Ja, maar gaat het daarover? Vanaf vandaag wel. Ja. Ja, en jij hebt de eer om dat met je mee te dragen. En nog belangrijker, om het uit te dragen aan het publiek. En nog belangrijker, aan de koningin. Prinses. Ja, nee, daar kan ik wel iets mee. Ja? Ik heb altijd gevonden dat Waddinxveen een zeer ongewaardeerde plaats is. En op deze manier kan ik mijn hele ziel en zaligheid erin leggen. Zingen over mijn fantastische jeugd in Waddinxveen. Ik ben er klaar voor. Maestro. Kaart, waar mijn kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Het dorp, ik weet nog hoe het was, de boeren, kinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. Moet ik laten? Wat ik weet, met vader. Zag ik, oh ja, nu zeg wat ik weet. En hoe moet ik weer uitkomen? Ik heb het opgezet, onze personeel. God, wat is er in een hoop veranderd? Ankie? Er stond toch een bank? Hè? En waar is de kapstok gebleven? Ankie? Ankie? Moeder? Ah. Wat doet u nou hier? Jullie zijn toch op vakantie? En waar is papa? Ook leuk om jou te zien, Ankie. Alles goed? Je ziet er goed uit. Nou, moeder.
Nee, laat maar. Ik kom gewoon even langs. Even kijken hoe het met mijn favoriete dochter gaat. Je favoriete dochter? Je hebt er maar één. Nou, en wat er nog? Als je kreng was geweest, had ik het niet gezegd, hoor. Je hebt de hele boel opgeknapt, zie ik. Daar stond een bank. En waar is de kapstok? Als mensen hier binnenkomen, willen ze hun jas ophangen. Ja, mam. Sinds jullie uit het buurthuis zijn, heb ik de boel een likje verf gegeven. En die bank was doorgezakt. Als er weer geld is, koop ik een nieuwe. Ach, je zult ook allemaal wel weten, hè? Wat weet ik er nou van? Ja, ouwe moeder, dat malle mens. Let maar niet op mij, hoor. Dat doet je vader ook niet. Ja, waar is papa? Je vader. Je vader heeft het druk. Ja, hij heeft het enorm druk met van alles. Dus hij zei, Margreet, als jij nou eens gezellig op bezoek gaat bij je dochter, dus hier ben ik. Maar jullie zouden toch op vakantie gaan? Ja, dat zouden we ook. Maar je vader heeft het nu dus te druk met iets anders. En ik heb de laatste tijd ook weer behoorlijk last van mijn been. Dus het komt wel een andere keer. Doet het zeer? Ach, bij verandering van weer. Als het koud is, tintelt mijn scheen. En als het warm is, zet alles uit. Kan ik bijna geen schoen meer aan. En papa is te druk. Nou, ik vind het vreemd. Jullie konden niet wachten om een wereldreis te gaan maken. En nu ineens heeft papa te druk. Ach, lieverd, je kent je vader toch. Hij zegt eerst dit en dan ziet hij dat. En dan is hij het hele eerste plan alweer vergeten. Meteen afgeleid. Het is net een speels kind. Waar is Ricky? Die zit op school. Ja, als het goed is. Het wordt een echte puber. Hij zit veel liever achter de computer dan dat hij achter zijn schoolboeken zit. Een puber, zo groot alweer. Het is ook een hele tijd geleden dat ik hem voor het laatst gezien heb, hè? En heb jij nog iets van Gert-Jan gehoord? Die zit in het buitenland, moeder. Die komt eind van de maand weer terug en dan moet hij meteen weer verder naar een ander land. We praten alleen nog maar met elkaar als het over Ricky gaat. We hebben een bijzonder huwelijk, op afstand. Ach, misschien is dat maar beter ook, toch? Hè? Maakt hij dan zo gelukkig als hij wel bij je in de buurt is? Het is altijd al een bijzonder type geweest, net als je vader. Laten we hier nou niet weer over beginnen, mam. Gert-Jan is nou eenmaal schipper en daar hoort veel reizen bij. Dat wisten we vanaf het begin. Ja, en sindsdien voed je alleen een kind op en run je alleen een buurthuis. Maar ik zeg niks. Ik heb mijn keuzes gemaakt en voel me daar goed bij. En als Ricky nou wat meewerkt met zijn school en Gert-Jan straks vaker thuis is, dan loopt alles op rolletjes. Ja, behalve je moeder. Oh, dat ach, been. Mens, loop toch niet zo mank. Elke keer als jij je gelijk wil hebben, wordt dat been erger. Heb je koffie? Ja, natuurlijk. Melk en suiker? Ja, wel lieverd. Gooi alles er maar in, hè. En lieverd, jij maakt ook je eigen keuzes. Die weet jij het beste. Wat weet je ouwe manke moeder daar nou van? Ik wou even vertellen hoe het kwam. Mijn dochter studeerde in Amsterdam in de jaren 60. Ze was er net toen het maagdenhuis werd bezet. Ze was erbij en ze deed mee met haar vriend Gert-Jan van Wijk. En ik was blij dat ze me deed, want ze hadden zo gelijk. En toen ik hun daar in die nacht een pannetje met eten bracht, werd ik gebeten door een politiehond. Ach ja, dat kwam omdat mijn fiets daar stond. Ik heb er nou geen last meer van, alleen steek ik nog altijd een beetje met dat been. U weet toch hoe ze waren toen, in de zestiger jaren, zo vast besloten om de wereld om te ploegen. Heel het systeem moest grondig uit zijn voegen. We aten macrobiotisch tandarmoes, rijst met zaagsel waarvan ik nou nog moest. Ik mocht geen vaatwasmachine, want dat vervuilt. Ik mocht geen auto en ik heb gehuild. Want ik had vlooi in het karpet en mieren in mijn bed. Het buitenste was taboe en ik gaf toe.
Mijn Ankie en de vriend Gert-Jan van Wijk, ze hadden gelijk, ze hadden zo gelijk. Ik wou naar Kreta, maar durfde niet te gaan. Ik was bang dat die twee me in mekaar zouden slaan. Ik ging er dus niet heen. Het werd de Veluwe. Te voet met dat been. Er mocht niet veel, alleen de seks was vrij. Maar dat kwam net iets te laat voor mij. Die was voor hun in het kraakpand op het Rockin. Communes waren in. Ze kregen uitslag en zweren allebei. En daarom vroeg ik ze een keer te eten. Want ik zei, straks ben je ziek van de macrobiotiek. Ik had kanaal al oranje op het menu. Een eend met sinaasappel in de jus. Maar dat was fout, want ga maar na. Het waren sinaasappels uit Zuid-Afrika. En de kanaal ging achter de laag in het vuilnisbad. En dat was dat. Maar ach, als ik het achteraf bekijk, ze hadden gelijk. Ze hadden zo gelijk. Zo vast besloten om de wereld te veranderen. Ook al werd het soms wat moeilijk voor de anderen. En toen ineens gebeurde er dit. Ze gingen trouwen. Zij was in het wit. Vlak voor de kerkdienst zei Anke: moeder, loop toch niet zo mank. Gert-Jan is nu dokter, anders in de economie. Zondags maait hij het gazon in de tuin in Overschie. Er is een vaderschapsmachine en de allernieuwste grill. En de schuifbus staat immer stil. Ze gaan naar Kreta in een Audi, want dat wou die en dat zou die. En gisteren zei mijn schoonzoon, en dat was het hele eer, we komen bij eten, hij maakt nog eens een keer. Ga naar al oranje voor ons klaar. Hij stond daar zo op zijn gemak, in zijn donkerblauwe pak. Maar bij mij was er een snaar die brak. Het was in mijn drift dat ik het deed. Dat ik een dode botulisme eet. Bij hun naar binnen smeet. Met nog een sinaasappel erachteraan. Ik riep, hier heb je dan, daar. Hier is je kanaar, al oranje bij je neus. En huilen. Ging ik weer. Naar huis. Nu heb ik spijt, het was dom van mij. De jaren 60 zijn voorbij. En iedereen zit heel gewoon weer in dat oude rotpatroon. Ze hebben gelijk. Tja, ze hebben wel gelijk. Thank you.
Kijk eens, mam. Een lekker bakje koffie. Lekker, lieverd. Dat had ik nodig. Moeder, wat doet u nou hier? U was toch op vakantie? Dag, lieverd. Dat is een lang verhaal. Je vader heeft het druk, dus ik denk dat de reis voorlopig is uitgesteld. Maar, mijn lieve zoon Jaap, hoe is het met jou? Hmm. Alles goed, hè? Ben je gezellig op de zoek bij je grote zus? Is die het buurthuis, hè? Nee, weet u dat dan niet? Ik regisseer een show. Oh. Ja, daarom zit het orkest er ook. Huh? Oh, dat zie ik nu pas. Dag, lieve mensen. Ik ben de moeder van Jaap. Dank je. Dat vinden ze toch helemaal niet belangrijk. Huh? En daarbij, we hebben een beetje haast, dus we moeten door. God, wat leuk. Wat voor show is het? En wie speelt erin? Nou, mam, je mag wel trots zijn, want je zoon maakt een voorstelling voor prinses... Prinsessen. Ja, het gaat over prinsessen. Zingende prinsessen. Ja. Prinsessen? Ja. Zingende prinsessen. Ja. Oh, is het iets voor kinderen? Ja. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, ja. Zingende prinsessen. Heel vrolijk en luchtig. Niets voor jou dus. En we moeten een beetje door, dus als u nou nog een kopje koffie drinkt in de keuken, dan gaan wij verder. Ankie, geef je mama nog een kopje koffie? Ja, maar ik heb deze nog niet eens op. En ik wil wel even kijken. Nee, dat kan echt niet. We hebben zo'n auditie met allemaal dames, dat gaat echt niet. Audities. Nou, dan is het alleen maar heel mooi meegenomen dat ik er ben. Ik kan jullie heel goed helpen. Ik heb een zeer zuiver gehoor. Ik pik elke valse noot er zo uit. Dus laat maar komen, die audities. Ik zit goed. Oh, zijn die dames van die auditie er al? Ja, met mijn reputatie kunnen we echt alleen de beste mensen aannemen. En ze mag natuurlijk beslist niet onderdoen voor de wonden, schoon Eefje hier. Oh. Hoor ik dat nou goed? Hoor ik dat nou goed met u? De zanger Marius da Silva. Oh, wat een bijzondere eer om u te mogen ontmoeten. Ik luister bijzonder graag naar uw stem. Enchanté, madame. En u bent? Ik ben de moeder. De moeder? Ja, de moeder van Jaap en Ankie. De moeder van Jaap en Ankie? Ja. Ach, als u het me niet eerder had gezegd, had ik gedacht dat u de zuster was. Oh, wat aardig. En moeder, dat is de wonderschone Eefje Cameretti. Zij zingt naast Marius ook de sterren van de hemel. Aangenaam mevrouw, Eefje. Dag, Eefje. Leuk ook om jou te ontmoeten. Ik zie dat mijn zoon enorm van je onder de indruk is. Mam. Dat voel ik als moeder. De mensen van de auditie zijn er. Echt, of wij laten ze binnenkomen. Spannend. Je had toch alleen vrouwen gevraagd? Ja, alleen dames. Er zit ook een heer bij. Nee, alleen dames. Hallo allemaal, u kwam allemaal voor de auditie. Ja. U ook, meneer? Ja, dat klopt. Ik las dat er een auditie gehouden werd. Ja, dat klopt. Maar wij zoeken alleen maar dames. We zoeken een zanger S. Oh, maar dat kan ik ook. Ja, dat zou best, maar we hebben duidelijk een advertentie opgesteld met dames en heren, wij zoeken een dame. Meneer, alstublieft, ik kan heel goed zingen. Ja, alstublieft, meneer, alstublieft, ik laat me alstublieft die auditie ook doen. Ik kan echt heel goed zingen, alstublieft, meneer. Oké. Laat zien wat je kan dan. Nou, dames daar ook, hartelijk welkom. Kent iedereen een beetje zijn tekst? Ja? Ja. Nou, dan wil ik vragen of u allemaal op een reetje komt staan. Goedendag. Oh. Siska de koning. Dag Siska de koning. Hallo, ik ben Inge. Dag. Hallo, ik ben Inge. Dag. Siska de koning. Hallo. Mooie jurk. Dank u. Goed. Nou, leuk dat jullie er zijn. Nou, goed. Dan hoop ik dat jullie allemaal goed je huiswerk hebben gedaan. Dat jullie allemaal de tekst kennen. En dan wil ik zeggen, toi, toi, toi. En wees gewoon jezelf, dan komt het allemaal goed. Zet hem op. In the time.
Nou, dat was bijzonder. Ja! Nou, ik denk dat ik toch even met mijn collega's moet gaan overleggen hoe nu verder. Want, nou, kijk, het zit, jullie hebben het... Oh, fantastisch gedaan. Ja, hartelijk dank. Bel ons niet, wij bellen jullie. En bedankt dat jullie ons hebben laten meegenieten van jullie uitzonderlijke talent. Bedankt en tot ziens. Oh, nu heb ik nog niemand met een flinke stem. Wat een ramp. Ricky, kom eens hier. Heb je nou je huiswerk gedaan? Ja. Nou... Kom je oma even gedag zeggen? Ja, de oma, dat ben ik ook nog. Dag lieverd. Maar jij hoeft geen oma te zeggen hoor, als je dat niet wil. Noem mij maar gewoon Margreet. Hè? Nou mam, begin jij nou ook al? Ik mag Jaap geen Jaap meer noemen, want dat is niet professioneel. En nou mag Ricky zijn oma geen oma meer noemen, maar Margreet. Wat is het voor familie? Nou, weet je wat? Noem mij voortaan maar Marie-Antoinette. Ja, ik heb Ankie altijd al een rotnaam gevonden. God, Marie, doe niet zo moeilijk. Ik zeg het voor die jongen. Welke jongen van 15 wil zijn oma nou aanspreken met oma? Dan is Margreet toch veel cooler. Cooler? Ja. Mam, zei je dat nou echt cooler? Ja, meid. Ik ga met mijn tijd mee. Ik gebruik het woord cool heel vaak. Oh ja? Ja. Wanneer dan? Laatst. Nog. Zeg ik tegen Ans, die vriendin van me, zeg, god meid, wat heb jij een coole bodywarmer aan? Coole bodywarmer? Ja, coole bodywarmer. Coole bodywarmer. Ja, zo doen we dat. Nou, ik vind het gek. Ach, ik vind het erg vreemd. Oh, wat trilt er nou? Oh, oh. Wat is de telefoon van Jaap? Hallo, met de telefoon van Jaap. U spreekt met Ankie van Buurthuis Hollands Glorie. Wat, ik kan u moeilijk verstaan. Het kinderkoor. Ja? Woensdag, ja? U komt niet. Wat? Een griepepidemie? Hallo? Hallo? Oh, oh nee. Oh, een ramp. Een ramp, oh nee. Ankie, Ankie, wat is er? Nou, zegt het kinderkoor ook al af. Ja, wordt gek als hij dat hoort. Oh, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Ma, help eens. Oh, wat moeten we doen? Het kinderkoor, dat zegt af. Denken, en nu? Jaap, en het kinderkoor komt niet. Dus dan, ik heb het. Dan vraag je mij toch gewoon om mee te zingen. Ik had vroeger een hele goede stem. Ik kon zingen als een nachtegaal. La la la. Jaap mist dat hele koor niet meer. Ja, daar zijn we mee geholpen. Nou, fijn, opgelost. Nee, natuurlijk niet. Lieve moeder, u kunt voor veel door, maar niet voor een heel kinderkoor. Oh, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wacht, ik heb het. Rick, kom eens hier. Bel al je vrienden en vriendinnen van school en laat ze woensdag hier naar het buurthuis komen. Zij zijn het kinderkoor. Oh, ze kunnen helemaal niet zingen. Nou, we hebben één dag, dus morgen een geheime zangrepetitie hier in het buurthuis als Jaap en het orkest weg zijn. Ja, wie gaat ze leren zingen dan? Je oma en ik? Ja, en het zal ons lukken, al is het het laatste wat ik doe. Ik weet helemaal niet of ze wel willen. Lieve Rick, al moet je ze omkopen of chanteren, lukken zal het. Anders overleeft je oom het niet. En wil je dat op je geweten hebben? Neef, dood, oom? Nee. Ga bellen! Dat doe je heel cool. Oh, mam. En wat betreft dat kinderkoor, ik denk dat ik die kinderen heel goed kan leren zingen. Huh? Pak je spullen. Oh ja, mijn spullen. Ik heb wel een kamer over. Oh, wat fijn. Lekker meid. Goedemorgen, Eefje. Oh, dag ja. Wat zie jij er weer wonderschoon uit vandaag. Nou, dankjewel. Jij ook. Oh, dank je. Nou, ik heb er weer zin in vandaag. Nou. Oh, en trouwens, hoe is het nou afgelopen met die audities? Heb je nog een extra zangeres gevonden? Nee. Of ja, jawel. Maar ze weet het zelf nog niet. Wie niet, de zangeres? Ja, kijk, het probleem is, ik weet dat ze het kan, maar ze weet het zelf nog niet. Nou snap ik je even niet meer hoor, om wie gaat het? Het gaat om... Ja?
Ankie. Mijn zuster Ankie. Je zuster. Die dame die de koffie rondbrengt? Die Ankie? Ja, die Ankie, mijn zuster. Nee, dat meen je niet. Huh? Ik dacht dat we een professionele show zouden gaan maken. Met professionele zangers en zangeressen. Dan kun je niet aankomen met Ankie, de koffiedame. Ja, ik dacht dat we iets moois gingen maken. Maar ik krijg nou het gevoel dat ik op de Titanic zit. Dan en dat het water langzaam stijgt. Ach, nee, je zit niet op de Titanic. Je bent hier in Buurthuis Hollands Glorie. En het komt allemaal wel goed. Ja, mijn zuster zong vroeger ook altijd. Professioneel. Ja, maar daar is ze toen mee gestopt en is ze dit buurthuis gaan runnen. Ja, ik weet zeker dat het goed komt, Eefje. Nou, laat het dan maar uit mijn buurt blijven. Ik hou niet van amateurs. Oh, en ik zing ook niks met haar. Ik zing alleen met Marius en met het kinderkoor. Met professioneel geschoolde stemmen. Niet met de koffiedame. Goedemorgen allemaal. Hebben we er allemaal weer een beetje zin in? Jij moet trouwens even heel goed opletten. Gisteren bij het Lied het Dorp zat je constant te laag, klonk niet zuiver. Dag Jaap, dag Eefje, alles goed? Nou, dat weet ik zo net nog niet. Ik krijg net te horen dat de koffiedame wordt aangenomen om liedjes te zingen. De koffiedame? Het is niet de koffiedame, het is Ankie, de eigenaresse van dat buurthuis. En ze kan heel goed zingen. Althans, vroeger. Dat bedoel ik. Gaat Ankie zingen? Ja. Ja, maar ze weet het zelf nog niet. Nou, hoe ga je dat haar vertellen dan? Ja. Nou, gewoon. Goh, Ankie, wil je zingen? Met ons, omdat wij een zangeres missen. Oh, dat klinkt zo goed, geweldig. Bravo, oh, gaat werken. Jaap. Ik weet het niet hoor. Kijk, ik ben iemand die altijd iedereen een kans wil geven hoor. Maar in dit geval weet ik gewoon niet zeker of ik dat wel wil. Kijk, als je het mij vraagt, heb ik nog een hele... Ja, dat is het nou juist! Ik vraag jou helemaal niets! Nee. En jou ook niet! Ik ben hier de regisseur en ik bepaal wat er hier gebeurt en ik wil dat Ankie zingt. Ja. Nee, daarmee is het klaar. Ga je tekst leren en we gaan door als het kinderkoor hier is. Helemaal gek. Dag Jaap. Alles goed? Ja hoor. Oh, moeder, bent u er ook nog? Ja, ik kon niet weg. Ik zat vast. Je vader vond het prima. Oh, nog. Het kinderkoor is er. Oh, dat is... Echt? Oh, nou. Laat ze binnenkomen, gelukkig. Moeder, haal jij ze? Eindelijk iets goeds. Fijn. Kom maar, jongens. Zo, ja. Kom maar door. Loop maar een beetje door, ook achterin. Kom maar. Loop maar door. Kom maar. Ja. Het was toch een kinderkoor? Dat dacht ik ook. Kinderen. Spreken jullie Nederlands? Volgens mij wel. Ricky? Zit jij ook in het koor? Oh, de Titanic. Goed, kids. Hebben jullie zin om te zingen en te swingen, te dansen en te chansen? Ja? Goed, ja. Jullie zijn er nu. En we zijn heel blij dat jullie er zijn. Dus laten we maar beginnen. Ja, ja. Twee motten, hè? Nee, Marius, nee, nee, ik wil echt niet. Jullie zijn de motten. Ja. Maestro. En? Ik ben geloof ik een beetje bang. Vals en doof. Oh, lieve God, ik voel het water langzaam stijgen. Je zit niet op de Titanic, Eefje. Hou vol. Oké. We gaan het zo doen. Als het water stijgt en de boot zinkt, dan ren je naar de reddingsboot. En voelen jullie dat het water stijgt, dat de boot zinkt? Ren! 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 Waar is de reddingsboot? Ik ben de reddingsboot. En mijn moeder heeft me vroeger altijd geleerd dat als het water stijgt, niet zeuren, maar peddelen. Dus jullie, kom mee. Ik ga jullie leren zingen. Kom op! Hup! Lopen en repeteren met die handel. Door. Dit gaat zo niet werken.
Ik ben zo niet onder de indruk. Doorlopen! Ik heb het niet. En van jullie geen woord. Dag Jaap, alles goed? Wat ben je aan het doen? Oh, ja, hoi. Wat ben je aan het doen? Oh, ik zit gewoon wat te denken. Denken? Wat denk je dan? Nou, hoe het moet met die tweede zangeres. Hey, maar je wilde Anja, toch? Ankie. Ja, ja, ja. Maar nu heeft Eefje al kenbaar gemaakt dat ze niet wil werken met amateurs. Ach, Eefje is druk met dat kinderkoor. En als jij zegt dat Anja het goed kan, dan moet je dat gewoon doen. Ankie, ja, 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 ja. Was dat maar zo makkelijk. Ik lees net in haar contract dat ze alleen wilt werken met mensen die haar goedkeuring hebben. Kortom, als Eefje niet wil dat Ankie zingt, dan zingt Ankie ook niet. Staat dat in haar contract? Ja. Yeah. Nou, dat is wel slim. No. Staat dat ook in mijn contract? Nee, gelukkig niet. Hm. Bij jou in je contract staat dat ik iedere dag jou een compliment moet geven. Oh. Wat? Hè? Wat er in mijn contract staat? Hè? Compliment. Oh, magisch. Excuses. Magisch! Wat ben jij toch een fantastische zanger. Heb jij mooie haren, mooie neusharen. En oh, wat ben je toch geweldig. Jij bent toch goed voor deze planeet, weet je dat? De wolken, daar zou jij nog ver boven zitten als ik jou... kunnen we verder? Ja, we kunnen verder. Jongen. Jaap, hoe krijgen we Ankie die show in? Yeah. Nou. Huh? Nee, dat is toch niet zo'n goed idee. Hmm. Maar snel. Nee. Kan ze echt goed zingen? Ja. Nee, nee, nee. Ik bedoel echt met tekst en zo. Ja, ja. Nee. Ik bedoel echt snel en heel goed. Ja, hoezo? Wat wil je zeggen, Marius? Nee, Jaap, ik heb een fantastisch idee. Waar is Anja? Ankie. Ja, Ankie. Ja. Geefje. Hoi. Hallo. Heb je er weer zin in vandaag? Ja. Ik wilde nog even tegen je zeggen dat ik het zo goed vind wat jij nu zo doet, hè, met dat kinderkoor. Nou, dank u wel. Ja, ze klinken echt een stuk beter. Nou, dat is aardig van u. Ach ja, nood breekt alle wetten. Het is natuurlijk een compleet waanzinnige situatie. Ja. Je moet roeien met de riemen die je hebt. U moet goed begrijpen. Ik wil dat het een goede voorstelling wordt. Ja, en als het kinderkoor niet goed is, dan heeft dat ook zo zijn uitstraling op de solozangers. En dat wil natuurlijk niemand. Nee, dat begrijp ik. Niemand wil een slechte show. En jullie missen natuurlijk ook nog een tweede zangeres, toch? Ja, ja, dat is waar. Alhoewel, ik vraag me af of die er nog komt. Ja, ik heb Jaap er niet meer over horen praten. En we hebben natuurlijk ook geen tweede zangeres gevonden. Ja, goede zangeressen zijn zeldzaam, weet u. Ja, zal best. Daar heb jij natuurlijk heel veel verstand van. Precies. En weet u... sorry. Wat was uw naam ook alweer? Zeg maar Margreet. Oh, Margreet. Ja. Goede zangeressen zijn moeilijk te vinden. Maar als je er eenmaal eentje hebt, dan zit je goed. Dan kan je alle kanten op. Oh ja? Oh, maar mag ik jou dan wat vragen? Natuurlijk. Moet een goede zangeres ook echt alles kunnen zingen? Ja, maar natuurlijk. Een goed geschoolde zangeres kan alles zingen, elk lied. Elk lied? Elk lied. Elk lied? Elk lied. Oh, daar zijn jullie. Hoe gaat het met het kinderkoor? Klinkt twee motten nu al beter. Fantastisch. Sinds jij met die kids hebt gewerkt, zijn ze opeens aardig. Nou. Aardig dat ze zijn. Ja. Ja, ze zijn heel aardig. Het was dan ook een gigantische klus om ze in het gareel te krijgen. Maar het is me denk ik aardig goed gelukt. Nou, mijn complimenten. Ja, heel goed. Nou. Oh, ja.
Ik heb nog een brief gekregen van het koninklijk huis. Oh ja? Wat willen ze? Nou, het schijnt dat ze een bepaald liedje willen horen in het repertoire. Een specifiek nummer. Welk nummer? Nou, zomaar een nummertje. De minutenwals. De minutenwals? Ja. De minutenwals van Jasperina de Jong. Ja. Die minutenwals? Die minutenwals van Jasperina de Jong. Oh, wat bijzonder. Wat bijzonder. Wat is bijzonder? De minutenwals van Jasperina de Jong. Oh, dat is toch dat hele snelle liedje? Ja. Hebt u één minuutje, één klein minuutje, la 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 la. Die minutenwals. Ja, en of Eefje die wil zingen voor de prinses. Oh. Nou meid, dan wens ik je veel succes. Dat is echt een tongenbreker. Ja, dat weet ik. Wat weet? Oh ja. Dat heb jij een keer gezongen voor de zus van de prinses. God, hoe heet ze ook alweer? Prinses Irene? Dat is die bij die bomen, toch? Ja. Nee, die bedoel ik niet. Marijke. Dat is geen zus van de prinses. Jawel, ze heet ook Christina, die zuster die niet helemaal goed ziet. Eerst heette ze Marijke, toen kon ze niet goed kijken. Nu heet ze Christine en kan ze alles goed zien. Nee, die bedoel ik ook niet. Oh. Je bedoelt Margriet. Ja. Ik bedoel Margriet. Ja. Daar heb jij het toen voor gezongen. Maar ging dat toen niet helemaal mis, Eefje? Ja, dat ging, nee, dat ging niet helemaal lekker. Nee, maar het is dan ook een onmogelijk lied om te zingen. Ja. Oh, nee. Maar een goed geschoolde zangeres kan alles aan. Dat zeg jij net. Ja, dat is ook zo. Behalve dit lied. Wie dit lied in één keer goed uit kan zingen, verdient een lintje. Heb ik hier toevallig de tekst? Nou, toevallig staat. Eefje, zet hem al op. Toi, toi, toi. Ja. Doe ik even. Ja. Heb twee minuutje, één heel klein minuutje, het ticket. Nieuwe versie van je bent nu te maas te zijn. Opnieuw, opnieuw. Even overnieuw. Ik zat er niet helemaal lekker in. Gewoon, dat kan gebeuren. Maakt niet uit. Ja, oké. Okay. Ja, kom maar. Hebt u één minuutje, één heel klein minuutje, dat is één minuutje, blijft u nog één minuutje. U moet wel in de maat blijven spelen, anders kan ik echt niet doorzetten. Oh, even, lukt het niet. Het is een vals. Ja? Jammer nou. Ja, dat vervloekte lied, wie kan dat dan ook zingen? En het was nog wel een specifiek verzoek van de prinses. Wat nu? Hè, wat? Of jij misschien de minutenwals kan zingen? Ja! Laat Ankie het zingen, hoor. Dan ga ik even voor zitten. Hier is de tekst. Mag ik even? Ja, natuurlijk. Go. Ga je gang. Maestro, muziek. Hebt u één minuutje, één klein minuutje, red ik het in één minuutje, blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van je best minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dan kennen ze me niet, geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd, dan is de tijd, dan zing ik even de minutenwals. En maar ik hoop ik dat niet al te vals, het kost me enkele jaren van mijn leven en van slapeloos, toen raakte nacht de schoonheidsprijs, en wat ik kan ook niet verwachten, is wel ik zing de schoonheidsprijs, nu ga ik uit de naam. Dan heb ik toch mijn zingen en een weddenschap gevonden, die ik sloot, dat kan ik onder zijn toe. Maar het was ook toch te kunnen zeggen, het is me nou. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de malen. Die is van het allen in zijn handen, dan dat ik heb de kop te halen in de boef. Als u mij al zingen na de oefeningen, kunt u niet beweren dat ik maar niet ding. Maar met de pech voor en een beetje rotzooi met je best moeten was. Even rust mijn arme hals, want ik ben al bijna a plat gewals. Als je best minuten was en nu geen nootje meer gemist, want ik laat me toch beslissen, het is mijn weddenschap gewonnen. Het gaat nog niet om tonnen, maar ik hoor al de verliezen, dan ik naar zo. Maar op het gegeven heb ik weer schoon die mij schoon wat was. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen, ga zo weet ik niet, besluit het 12 was mijn zonde hart. Dus ik kon de wijze tegen, ik was uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven, want zal het rustig straks nog heerlijk zijn. Hey, ja. Oh,
Hallo. Ik geloof dat we meteen iets aan de rest gevonden hebben. Ja, zeker. Tenminste, als Eefje het goed vindt. Natuurlijk. Laat Ankie de minuten wel zien. Ankie, je zit in de show. Kom mee, dat moeten we vieren. Ja. Goed gedaan, Marius. Oh, bedankt, ja. Zo, laat de show weg. Wat leuk. Kan ik u ergens mee helpen? Ja, ik ben van de omgang en etiketten Koninklijk Huis. Ik wil graag met de desbetreffende personen even de omgangsregels met de prinses en de koning bespreken. De omgangsregels? Ja, de etiketten, de do's en de don'ts, zullen we maar zeggen, hè? Ik denk dat u Jaap moet hebben. Jaap! Ja, wat is er nou? Ik ben in zaal 3 druk bezig aan het repeteren met dat kinderkoor. Iemand voor jou. Jaap, dit is meneer... Erik Edelschaap, aangenaam. Omgang en etiketten Koninklijk Huis. Jaap, aangenaam. Ankie van Wijk. Aangenaam, Erik Edelschaap. Omgang en etiketten Koninklijk Huis. Oh, ja, ik ben de regisseur van de show. Ah, juist, en daarom ben ik hier. Is dit de hele show, deze mensen? Nee, de rest is allemaal aan het repeteren in zaal 3. Ah, ik zou graag met iedereen die aan de show meedoet even willen spreken. Kunt u ze voor mij halen? Ja, natuurlijk, meneer... Edelschaap. Edelschaap. Goh. Omgang en etiketten, Koninklijk Huis. Nou, het is me wat. Ja, het is een belangrijke taak die ik graag vervul. Nou... Dan zal u ook wel op veel plekken komen. Ja, u noemt het en ik ben er geweest. Madurodam. Wat? Madurodam. Madurodam? Ja, bent u daar geweest in Madurodam? Of ik daar geweest ben? Nee. Nee, maar het staat wel op mijn lijstje. Ja, ik vind het zo leuk met die kleine huizen. Ik bedoel, met uw omgang en etiketten voor de koningin. Kijk, daar gaat u dus al meteen de mist in. Het is prinses Beatrix. En ja, prinses Beatrix is daar in 2012 nog geweest. Helaas op mijn vrije dag, dus ik was er niet bij. Ja, natuurlijk. Prinses. Oh, kijk, daar zijn ze. Oh, is er iemand van de koningin? Ja, maar dat handelen wij wel even af. Dus moeder, ga maar zitten. Is dit iedereen? Ja, nou, behalve die daar, dat is mijn moeder. Die is hier zomaar. Juist, ja. Goed, dan kan ik beginnen. Beste mensen... Zoals u weet zal ik binnen niet al te geringe tijd kennis maken met wat leden van ons Koninklijk Huis. En om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, wil ik graag wat omgangsregels en etiketten met u doornemen, zodat u zichzelf niet voor schut zet in het bijzijn van de koning en de prinses. Komt de koning ook? Zoals het er nu naar uitziet wel, ja. En Maxima? Nee, die past op de prinsesjes. Ja, zo gaan die dingen. Het zijn ook echt hele gewone mensen, hè, meneer Edelschaap? Zo ging dat vroeger bij ons thuis ook. Jullie vader ging op stap en dan paste ik op de kinderen. Ja, dat ziet u goed. Het zijn hele gewone mensen. Ze hebben alleen een iets dikkere gebruiksaanwijzing. Ja, iets dikker, ja. Goed. Wat belangrijk is dat die koning Willem-Alexander aanspreekt met koninklijke hoogheid of majesteit. Dus niet met meneer Lex of... Hé, hey, jij daar! Nee, dat zou echt dol zijn. Ik maak een grapje, omdat onze koning ook een fijn gevoel voor humor heeft. Prinses Beatrix heeft dat helaas iets minder. Zij stelt het zeer op prijs als u haar aanspreekt met prinses, koninklijke hoogheid of met u. Een lichte buiging of een knikje met het hoofd is daarbij aanbevolen. Goed, dan gaan we verder. Prinses Beatrix houdt absoluut niet van hele hoge tonen. Dat geldt dus vooral voor de leden van het orkest. Wie speelt hier de hoge toon? Mevrouw. Ja, niet doen dus. Goed. Dan gaan we verder. Wilt u niet staren naar de koning? En wilt u niet al te enthousiast reageren op de prinses? Kijk zo. Prinses Beatrix!
want daar wordt ze bang van. Dat begrijp ik, zou ik ook bang voor worden. Ja, eng. Ja. Goed, dan als laatste. Vraagt u de koning en de prinses alstublieft niet om mee te zingen. Ze hebben beide geen goede stem, dus dat zou A, zonde zijn van de voorstelling, en B, een verschutting van het koninklijk huis voorkomen. Nee, dat zal niet gebeuren, meneer Edel Hertschap. Ja. Is het iets uit hun jeugd? Wat? Nou, dat de koning en de prinses niet van zingen houden. Haar zuster Marijke kan het namelijk heel goed. Ja, dat ligt heel gevoelig. Prinses Christina, zoals zij liever genoemd wordt, is altijd al de zangeres van de familie geweest. En dat is prinses Beatrix niet bepaald in de koude kleren gaan zitten. Nee, zij vond het zeer vervelend dat alle aandacht verdween als Christina zong. Alle hoofden draaiden dan geïnteresseerd de andere kant op. Prinses Beatrix kon dan wel staan stamvoeten, zo kwaad werd ze. Ja, de hofdames noemden haar na verloop van tijd wel prinses stamvoeten. Oh, wat een verhaal! Prinses Juliana, die zong ook graag. Maar toen koningin Beatrix wat ouder werd en aan de macht kwam, heeft ze alle soorten van zang geweerd uit het koningshuis en is zelf gaan beeldhouden. Oh, niemand mocht meer zingen. Haar zoons niet, Juliana niet, geen lakei, niemand. Oh. En haar zuster Marijke? Die heeft ze verbannen naar Amerika. Ach, wat erg. En ik bedenk dat ik zo'n moeilijke dochter heb. Nou, dat valt reuze mee, die arme Juliana. Zo te horen heb ze heel wat te stellen gehad. Die Beatrix, het zal je kind maar wezen. Oh, nou, jij zegt het. Nou, zeg, ik heb mee van Jeugd van Nederland, denk maar niet dat jullie lekkertjes werden. Als je jezelf in de spiegel ziet, dan moet je het toch herkennen. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Wie voelt er iets voor een commune? Tevreden zijn de taboes. Je doet maar wat je wens, meid. Ik vind zo'n juffrouw in de doorkijk. Oh, welke woorden en zij maar. Het zal je kind maar wezen. Het zal je kind maar wezen. Yeah, 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 yeah. Het
dat het goed gaat komen, hoor, morgen. Morgen? Ja, morgen, ja. Nee, we hebben nog een week om te repeteren, man. Nee, prinses Beatrix en koning Willem-Alexander komen morgen naar Theater de Purmerijn in Purmerend. Maar dan hebben we nog een dag om te repeteren. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben...
en welkom in Theater de Purmerijn op deze bijzondere avond. Want over enkele ogenblikken gaan wij van start met ons speciaal programma. Maar voordat het zover is, wil ik jullie eerst voorstellen aan de heer Erik Edelschaap van Omgang en Etiketten Koninklijk Huis. Want voordat koning Willem-Alexander en koningin prinses Beatrix arriveren, moet u eerst weten wat de do's en de don'ts zijn wat betreft de omgang met de koninklijke familie. Dames en heren, hier is Erik Edelschaap. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Erik Edelschaap, omgang en etiketten Koninklijk Huis. En ik wil in het kort een aantal dingen met u doornemen. Ik heb zojuist vernomen dat de leden van ons koningshuis onderweg zijn naar dit theater en in de auto zitten. Dus we hebben nog even de tijd om de etiketten en de omgangsregels met u door te nemen. Daarvoor heb ik een assistente meegenomen. Zij zal voor deze gelegenheid prinses Beatrix spelen, zodat we al een beetje gewend raken aan dit hoge bezoek. Margreet. Margreet, kom maar. Hallo. Goed, Margreet. Jij speelt voor deze gelegenheid even prinses Beatrix. Ja hoor, geen probleem. Dat doe ik graag. Ik ben wel een klein beetje zenuwachtig. Oh, dan mis ik dus alleen nog een koning Willem-Alexander. Is er misschien iemand in het orkest die dat kan spelen? Die. Die? Ja, meneer, die. Komt u maar. Ja, in de benen. Kom op. Gaat u er maar naast staan. Ja? Gaat dat lukken? Ja, goed. Dames en heren, hallo. Dan heb ik hier koning Willem-Alexander en prinses Beatrix. Als jullie nu even opnieuw willen opkomen lopen, dan gaat het publiek staan. En dan speelt het orkest het Wilhelmus. Kunnen we dat even repeteren? Ja, gaat u maar staan hoor. Ja, goed. Heel goed. Ik moet u wel waarschuwen. Prinses Beatrix houdt absoluut niet van mensen die vals zingen. Dus als u denkt dat u moeite heeft om toon te houden, houd dan uw mond. Goed, dan het volgende. Wilt u niet staren naar de prinses en de koning? Dat voelt onprettig. Dus een vriendelijke lach voldoet prima. En dan als laatste, maar dat is dan ook zeer belangrijk, wilt u de koning en de prinses alstublieft niet voeden? Ze zijn beide op een streng dieet, dus biedt u ze niets aan. Ook niet een borreltje? Nee, niets. Ook niet een piepklein borreltje tegen de zenuwen? Nee, niets. En ik denk dat de prinses dit gedrag ook helemaal niet kan waarderen. Oh, ik vind jou leuk. Margreet, Margreet, wat is dit? Wil je ophouden? Wat heb je gedronken? Jaap! Helemaal niks. Een klein borreltje tegen de zenuwen. Dat drinken we. Jaap! Zeg alleen maar dat ik een lief ben. Moeder, wat doet u nou hier? Ik dacht dat u in het buurthuis was. Hé hey Jaap, ik ben de koningin. Meneer Jaap, dit kan niet. Als de prinses dit ziet, is ze zo weer weg. Mam, je hoort het. Dit kan niet. Daar is het gat van de deur. Ga de zaal uit en ga om de hoek maar in een cafeetje zitten. Dan halen we je na de show wel op. Ja, maar Jaap, ik ben de koning. Nee. Hup, 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 moeder. Ga nu, ga nu. Anki! Wat is er? Nee, moeder, meet is stom dronken en de show begint zo. Neem me mee naar een cafeetje en vraag of ze daar koffie hebben. Hup. Maar de show begint zo. Ja, daarom. Hup, moeder, weg, 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 weg. Kst. Hup, hup. Nou. Ik ga ook wel.
En jullie hoeven mij niet te helpen, want ik kan alles alleen. Au, mijn been. Moeder. Daar is de deur, ja. Hup, moeder. Ook. Nee, maar. Ja, dat moet maar. Oh, dames en heren, ik krijg zojuist door dat de koning en de prinses gearriveerd zijn. Moeder, pas op de trap. Nee. Hop. Oeh. Ik hoop dat ze ook een karaafje water voor de hebben. Nou, moeder. Gaat u allemaal staan? Nee! Ja. Ga maar weg. Oeh. Oeh. Oké. Waar komen ze vandaan? Daar. Okay, gaat u allemaal staan? Mag het zaallicht aan? Ze komen eraan. Ja, wij gaan ze halen. Deze deur, hè? Deze deur, ja. Oh. Ja, ja. Oh, dat wordt wat, hoor. Rustig blijven. Oh, ja. Hallo. Welkom. Hallo. Oh, sorry. Majesteit. Zit u? Oh. Ja, u mag ook allemaal weer gaan zitten, hoor. Oh, wat fijn dat u er bent. Oh. Hoogheid Willem-Alexander en koningin prinses Beatrix. Wat fijn dat u er bent. En ik mag u namens mijzelf en Stedelijk Orkest Purmerend een wervelende show aanbieden. Om u te bedanken voor al het goeds wat u heeft gedaan voor ons land. Majesteit, bedankt. Nou, ik vind het ook zeer genoegzaam om hier samen met mijn zoon hier in Purmerend te zijn. Hè? Het is ook zo'n fantastische stad. Hè? Ja. Met vroeger die schattige veemarkt, met die bezige boeren. Ja, ik geloof zelfs dat ik een keer mijn hoedje hier vergeten ben. Ja, dat is echt waar. Ja, ik ben een keer mijn hoedje hier vergeten. Moeder. Majesteit, majesteit. Ja, sorry. Lieve prinses. Dank u wel. Voor al die mooie jaren. En wij geven u een cadeau in de vorm van een show. Er zullen verschillende liedjes ten gehoor gebracht worden. Misschien herkent u er wel eentje. Zing dan gerust mee. Nou, dank u wel. Dat klinkt leuk. Goed. En dan nu, majesteit, een lied wat u meeneemt. Naar de warme herinnering aan de liefde in uw leven. Majesteit. Oh. Een prachtig lied gezongen door Eefje Camaretti. Een beetje. Een klein cafeetje en zetten in een
Goedenavond, majesteit. Wat fijn om u weer eens te ontmoeten. Nou, ik weet de laatste keer nog in het Vredespaleis in Den Haag. Ik zal vanavond mijn uiterste best doen om een dijk van een show voor u neer te zetten. Maar dat doe ik niet alleen. Geef dus een daverend applaus. Het Stedelijk Orkest! En voor het volgende nummer, daar heb ik een kostuum voor nodig. Dankjewel, Eefje. Je hebt net prachtig gezongen. En terwijl ik mij hier omkleed, wil ik u kennis laten maken met een groep fantastisch getalenteerde jongeren. Die mij zullen ondersteunen in het volgende vrolijke lied. Geef u ze een daverend applaus. Het Hollands Glorisch Kinderkoor! Ja, en ik hoor u al denken, kinderen, ze zijn wat groot van stuk. Maar ze kunnen zingen als kleine engeltjes. Maestro! Muziek. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen daar pas. Je raakt gewoon weg van je stuk. Als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van een hot. Ik noem haar Charlotte. En hem noem ik pas. Die dotte van Motte. In mijn oude jas. Ik doe het. Ik voelde me eerst een beetje belaagd. Ik dacht eens net of er wat aan de knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik dat nou? Maar toen begreep ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten knagen. Ik greep meteen naar de DDT. Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee. Dus besloot meteen, ik zal dat echtpaar dan maar laten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen daar pas. Ja. Je raakt gewoon weg van je stuk. Als je het ziet, dat vril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van het mot. Ik noem haar Charlotte. En hem noem ik pas. Dotte van Motte in mijn oude jas. Luister, ik ben een geboren eenzaam mens. En het was eigenlijk een wijze mens, ja. Een echt verbod, dat heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Ah joh, breng die jas toch naar de stomerij. Want dat wordt dat begint al knapjes te verminderen. Ja, ik kon het ook niet geloven, zeg maar. Geloven niet, maar zeg maar. Ja. Maar jij zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zijn oude jas, twee motten en 10 motten kinderen. Een familie motten, woont er in mijn jas. Ik laat ze nou voorten, als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat een mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en die motte gepast. Die dotten van Motte wonen in mijn jas. In mijn jas. Dank u wel. Ja, dames en heren. We gaan gelijk verder. Ik wil u voorstellen aan een nieuwe ster in het artiestenheelal. Een dame met veel kwaliteiten. Geeft u haar een warm applaus. Ankie van Wijk. Dank u wel. Lieve koning, lieve prinses. Ik voel me zeer vereerd hier vanavond te mogen zijn. Het volgende lied dat wij voor u gaan brengen is een favoriet. En wordt speciaal op verzoek voor u gebracht. Iedereen is altijd maar druk en gehaast.
Het lijkt wel alsof de dagen steeds korter duren en de klok steeds sneller draait. Daarom vraag ik u, heeft u een minuutje? Een minuutje, majesteit? Een minuutje? Oh, ja, ik heb hem. Wacht even hoor, even zoeken. Goede. Waar heb ik hem? Oh, kostelijk dit. Heb jij een minuutje? Goede. Heb jij een minuutje? Oh, wacht, hier, kijk. Oeh, ik heb hem. Oh. Ja. Goed, ik ga beginnen. Stilte alstublieft. Hebt u een minuutje, een klein minuutje, red ik het in een minuutje, blijft u nou nog een minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dan kennen ze me niet, geef me dus een minuutje van uw kostelijke tijd, dan is de tijd, dan zing ik even de Minutenwals. En maar ik hoop dat niet al te vals, het kost me enkele jaren van mijn leven en van slapeloos, door raak de nacht verschoord, het prijzen mag ik daarom niet verwachten. Weet het wel, ik zing een schoon, voor ik uit mijn kelen longen uit de nacht gescheurd. Dan heb ik nog mijn zin, ja, en een weddenschap gewonnen die ik sloot, het gaat niet om de centen. Zo gek het in zijn kop te halen, zeker niet Chopin, die heeft nu al de ballen. Die is van de dollar, is van de dollar, dat ik uit de kop omhelm ik een boel. Als u mij op zingen na de oefeningen, kunt u niet beweren dat ik naar die dingen. Maar ik had de pet gooien en een beetje rotzooi met je best minuten was. Even rust, mijn arme hals, want ik ben al bijna plat gewalst. Hoe zou het nu? Om op dit mooie toneel te staan en voor zo'n bijzonder knap publiek op te treden, ja. Het volgende lied zal gezongen worden door een van de beste zangeressen van Nederland. Dames en heren, Eefje Cameretti. Dankjewel, Anki. Ja. Voor een amateurzangeres heb je het erg goed gedaan. Wat zei je? Dat je het goed gedaan hebt. Nee, dat zei je niet. Je zei amateurzangeres. Nou, is dat een vies woord. Nou, voor iemand die de minutenwals niet in één keer uit kan zingen, wel ja. Oh ja, dames en heren, u hoort het goed hoor. Deze vrouw kan de minutenwals niet in één keer zingen. Hou je mond, ik kan het lied wel degelijk zingen. Ik had me alleen niet goed voorbereid. Oh ja? Oh, nou, ik zou zeggen, ga dan. Hè? Het orkest zit er klaar voor hoor. Doe maar. Hè? Doe maar de minutenwals. Eefje? Hè? Nee. Kom. Nee. Nee, dat doe ik niet. En al helemaal niet, omdat jij het zegt. Oké, gaan we zo doen, mevrouw Cameretti. Ja, mevrouw van der Hoffie, jij hoort niet te zien. Weet je wat dat lekker is? Dames! Zeg, kan het? Ik word altijd heel erg emotioneel van ruzie. Vooral tussen vrouwen. Ja. Niet doen, hou op. Ja, maar zij begint niet tegen. Hou jij even je hele grote man. Dit mevrouw met de bloemen haren, wil je even. Dames! Waar zijn jullie mee bezig? Koningin is helemaal van slag. Prinses. Nou, hop, Anki, ga je omkleden. En Eefje, maak je klaar voor de volgende nummer. Hop, hop, hop. Majesteit, en dan nu een volgend liedje. Want de wonderschone Eefje kan niet alleen uitstekend zingen, ze kan ook toveren. Want in het volgende nummer neemt u mee naar een ver land. Dus gaat u lekker onderuit zitten en laat u meevoeren naar Droomland. Heerlijk land van mijn dromen.
ze in slaap gezongen. Oh. Nou, dat moet een inspirerend optreden zijn geweest. Ja, flauw hoor. Maar wat doen we nu? Ja, geen idee. Heel zachtjes doen. Nee, we moeten ze wakker maken. Nee, dat ga ik niet doen. Dat doe jij maar. Ik? Nee, Bernhard. Eefje moet het doen. Zij heeft ze ook in slaap gezongen. Koning. Ach, dit gaat toch niet werken? Maxima. Haal meneer Edelschap even. Ja, meneer Edelschap. Ga taal, alsjeblieft. Maxima, het is mijn jeugd. Och, meneer Edelschap, wat moeten we doen? De koning en de prinses slapen. Oh, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja, dit staat niet in het handboek omgang en etiketten koninklijk huis. Wat te doen, wat te doen? Moet ik de koning een por geven? Hé, nee, dan wordt hij meteen heel chagrijnig. Moet ik nog een keertje roepen? Nee, dat hielp net ook niet. Ja. Ik weet het. Een hoge toon. Daar houdt de prinses niet van, dan is ze meteen wakker. Maar is ze dan niet meteen uit haar humeur? Ja, precies, Anki. En dan is ze straks weg en dan is het helemaal niet bedankt, Beatrix. Maar meer tot ziens, ja. Otabee. Ja, maar niet als we meteen daarna ons volgende lied inzetten. Wacht, wie van de mensen speelde ook weer de hoge toon? Oké, jullie spelen straks heel hard en daarna zetten we meteen het volgende lied in. En wat is het volgende lied? Pastorale. Dat is toch perfect. Dan heb je dus eerst... En dan pam, padam, pam, padam, pam. Nee, dan is ze meteen wakker en kunnen we door. Nou, ik hoop dat het werkt, want anders... Anders moet ik contact opnemen met Maxima. Ja, die weet daar vast wel raad mee. Wacht daar nou maar mee. Laten we eens dit proberen. Ja, kom op nou. Oké, meneer de dirigent, klaar? Meneer en mevrouw van de hoge toon? En voor het publiek, hou vast uw oren dicht, want het is geen fraai geluid. 1, 2, 3... Met gouden hallen, mijn wolkentorens, ijskristallen, kometen, manen en planeten. Ah, alles draait om mij. En door de witte wolken voor, tot diep onder de golven door, mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. En bij het water speelt een kind en alle schelpen die ik vind. Gaan klinken als ik lach. Ik hou van je warmte op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik scheur de rotsen met mijn stralen verhoogde meren en de dalen onweersluchten, doe ik vluchten aan als de regen valt. Verberg je glimlach in mijn hand, voordat mijn glimlach ze verbrandt, mijn vuur, mijn liefde, mijn gouden ogen. Het is beter als je nog wat wacht, want leven later komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar jouw hemelpaleis en vlieg me langs jouw hemelbaan. Verwarmen, laat ik haar leven in mijn armen van sterrenweefde in het verre aan het noorderlicht. Maar soms ben ik als kokend lood, ik ben het leven en de dood, mijn vuur, mijn liefde in alle tijden. Niet, ik vraag je, kijk omhoog, vandaag span ik. Vanavond geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil.
tijd. Bent u een beetje aan het genieten? Zit u goed? Ja, prachtig. Ja, ik zit heerlijk. Bijna te lekker. Hè? Ja, ik viel een beetje in slaap, geloof ik. Dan wil ik nu graag het volgende nummer voor u aankondigen. Een nummer dat wij allemaal kennen. En dat voor mij onlangs nog een hele nieuwe betekenis heeft gekregen. Oh? Ja, ik heb het dan ook over de Nederlandse klassieker Het Dorp. Ooit nog zo mooi gezongen door Wim Sonneveld. Ja, Wim Sonneveld. Oh, daar mag ik altijd graag naar luisteren, hoor. Ja, mijn moeder ook altijd, ja. Ach, en aan welk dorp denkt u dan als u dit lied hoort? Oh, dan vraagt u me wat. Ik heb eigenlijk geen idee. Mag ik u een suggestie doen? Ja, natuurlijk. Nou, denkt u bijvoorbeeld eens aan het zonnige Waddinxveen. Het is mijn geboortestad en een van de zonnigste plekken op aarde. Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogwaarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die later tot de keien. Het raadhuis met een pomp ervol, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen, allemaal. Toen ik las het tuinpad van mijn vader, prachtig, de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, ik wist niet beter dan wat er goed voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd, en dan zijn ze op de weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien het veel. Ja, ik ben het. Stop, stop alsjeblieft, wat is dit? Ik hoor hier ook, ik wil hier ook bij zijn. Margreet, wat doe je hier? Ga weg! Nee. Ga weg! Ja. Jaap! Jaap, alsjeblieft! Oh, ik ben zo. Wie is die mevrouw? Moeder! Ja, sorry, ik begrijp dat heel vervelend. Moeder, wat doet u nou hier? We zijn met de show bezig. Wat is dit? Waar is de security? Sorry, majesteit, majesteit. Het spijt me dat ik uw show verstoor, maar ik kan nergens heen. Maar wat kan de koningin dat schelen? Prinses! Prinses! Oh, sorry, majesteit. Dat is excuus. Kan iemand die vrouw naar huis sturen? Ze heeft gedronken. Hallo? Ik heb net drie kopjes koffie gehad. Je hebt het wel over mijn moeder, hoor. Ga jij maar weg. Kijk, ik heb mensen hier in slaap. Nou, ik zing ze liever in slaap, dan dat ik ze afschrik met zo'n amateuristisch huisvrouw geluid. Zoals jij dat doet. En nou moet je ophouden. Sorry, majesteit. Excuses hiervoor. Excuses. Maar kan iemand die vrouw misschien wegsturen, alsjeblieft? Ja, laat dat. Nee, ik moet helemaal niet. Ze gaat het al mijn hele leven. Over waar die vrouw verschijnt is. Nee, hoe heet dit programma nou eigenlijk? Ruzie maken in theater of bedank Beatrix? Dit gaat zijn doel voorbij, mensen. Mevrouw, ja. Begrijp ik het goed? Bent u de moeder van deze mensen? Ja, de moeder. Nou, dan moeten ze respect voor u hebben. Hè? Als ik mij zo had gedragen tegenover mijn lieve moeder, nou, dan had ik een draai om aan koninklijke oren gekregen, hoor. Werkelijk waar. Leg zo je mond! Mevrouw? Ja? Wat wilt u zeggen? Wacht, dan loop ik even naar het toneel, dan kan ik u beter zien. U zit de moeder. Ja, doe mijn stoel. Rustig, moeder. Oeh, wat een fel licht, majesteit. Ja. Ik zit hier. Dag. Majesteit, het spijt me dat ik op deze manier de show verstoor, maar het is heel erg, lieverds. Jullie vader is er vandoor met zijn secretaresse. Oh, moeder! Oh. Ja, oh. Wat naar voor u. Ja, na bijna 30 jaar huwelijk is alles ineens weg. We zouden op vakantie gaan, maar hij is weg met haar. Wat verschrikkelijk naar voor u. Oh, ja, moeder. Ik voel me verschrikkelijk. Oh, moeder, maar het komt vast wel goed. Toch? Hè?
Ja, ja, het komt vast wel goed. Ja, dat gaat soms zo bij mannen. Ja, ja, dat had, mijn vader had daar ook een handje van. Ja, en die vloog de hele wereld over, maar die kwam uiteindelijk kwam hij altijd weer thuis. Nou, moeder, dat ging iets... Hou je mond, Lex! Ja, precies. Weet je, misschien mist hij je straks wel heel erg en dan komt hij zo weer bij je terug. Je weet hoe papa is. Nee, lieverd. Het is over. Het is echt voorbij. Ik ben hem kwijt. Misschien is het maar beter ook. We hebben elkaar al zo lang niet echt meer iets te zeggen. Van moeder. Het is over. Hij zegt me niets meer. Ik ben vrij. Het is over. Hij doet me niets meer. En ik ben blij. Hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden, dat hoeft niet meer. Die man die thuis kwam, 's avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer. Dat is nu allemaal voor haar. Ze mag hem hebben. Het wachten in het grote bed, dat was het ergste, oh mijn God. Het aldoor wachten op zijn tred en op de sleutel in het slot. Ze mag hem hebben. Zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor Feyenoord, zijn bril, zijn sokken en zijn seks. Ze mag hem hebben. Zijn auto en zijn fotoboel, zijn rottumeur, zijn romantiek, zijn dia's en zijn schuldgevoel. En ook zijn whisky-erotiek, ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier, zijn status en zijn overwerk, zijn moppen over kapelaans, zijn overhemden en zijn kerk, ze mag hem hebben. Alleen wat stokbrood en wat wijn, we liepen zorgeloos en vrij. Tussen lenteren op Montparnasse. Maar later ging hij zonder mij, kwam thuis met lipstick op zijn das. Ze mag hem hebben, hij drinkt te veel, dat is haar zorg. Al drinkt die hele emmers rum, ik trek mijn handen er vanaf. Dan maar het fijn delirium, ze mag hem hebben. Het valt niet mee hoor, mooie poes, je hebt er tact voor door mij. Nu leef je in een roze roes, maar dat gaat over met de tijd. Dan moet je tonen wat je kan, dat wordt een hele zware test. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou goed dan. Laat ze het dan ook doen. Ze mag hem hebben. Thank you.
macht hebben. Het is voor jou. Pak aan dan. Je mag het hebben. Het is nou niet meer van mij. En veel geluk. En ik dan? Laat jullie mij hier staan. Zo gaat het altijd. Krijg toch allemaal de kleren. Val voor mijn part allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Ze noemen me rat en wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen. Nooit doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Scheld is alles wat ze doet. Geen wonder dat mijn pa is gaan varen. Ik mocht niet mee. Ik ben te klein, ik moest het in mijn eentje klaren, tot hij ooit weer terug zou zijn. Als ik maar iemand om van te houden, twee zachte armen. Van de zee, zegt hij nog eens, luister ik, waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind, ik kan het niet helemaal alleen. Misschien dat ik ooit het geluk nog vind, maar dat is er nog een probleem. Als ik maar iemand om van te houden, twee zachte armen. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel fijne dingen van je ken. Omdat ik steeds er blijven dromen dat het toch zo ver zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.
7 jaar geleden was een half jaar voorbij. Dat is verdomd in de tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Want ik nog zoveel fijne dingen van je ken. Omdat ik steeds weer blijf je dromen. Dat ik toch zo ver zou komen, ben ik blij. Dacht je dan dat je een ander bent geworden dan je bent? In één nacht. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Allemaal. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat ik nog zo ver zou komen. Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Laten we meteen naar de hoofdstad van ons land gaan en we zingen samen de Amsterdamse medley! Oh, yeah. Ja. Majesteit, zingt u mee in de zaal ook? Ja, u mag allemaal mee zingen hoor. Ja. Thank you.
leren. En na al deze drukte, even een momentje pauze. Even een klein moment van rust. We hadden een avond vol ups en downs. Ja. En we laten u natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Daarom speciaal voor u een lied van Brigitte Kaandorp. Oh, ja, Brigitte Kaandorp. Lieve koningin. Prinses. Ja, majesteit, u bent nu prinses. Maar wat was u een geweldige koningin. Speciaal voor u. Lieve koningin, nu u abdiceert en met pijn in het hart ons de rug toekeert. Nu de avond valt en op Drakenstein wacht de open haard en een glaasje wijn. Nu het land zich richt op uw oudste zoon, men zijn letters kerft boven in de troon. Lieve koningin, hou de moed erin, lieve koningin. Lieve koningin. Want u ging door het land op die dagen van zon, op die dagen van feest, een boeket in de hand. En door weer en door wind, ook in tijden van rouw, u stond daar weer gewoon, ook als moeder en vrouw. Want er was verdriet, maar geen denken aan om niet door te gaan en niet rechtop te staan. Lieve koningin, u hield moed erin. Lieve koningin, lieve koningin. Lieve majesteit, ach vergeet die tijd van dat damgeschreeuw, dat vaccinelicht, dat was echt niet leuk. In de koets een deuk, in het hart de schrik, op dat ogenblik, ach dat hadden wij u toch niet gegund. En dan Apeldoorn, wat een dieptepunt. Lieve koningin, wat had dat voor zin? Lieve koningin, lieve koningin. En dan toch weer die lach, op een feestelijke dag. Een gigantische hoed en het haar altijd goed. Hier een klomp, daar een dans, zelfs een kus en een kans. Op een vriendelijk woord, in elke stad, in de poort. Hij is voor deze vrouw, vlag. Van Zuiderwijn zal je neef maar zijn. En dan Nebelketel, het klamme zweet. Dan weer Maxima, haar omstreden paar. En maar steeds die oude kliek met een republiek. Aan de kant gezet bij het kabinet. Kom met dat gedoe, maar zijn je taken toe. Lieve majesteit, lieve majesteit. Het is verleden tijd, lieve majesteit. Want nu is het klaar, gooi haar in de wind. Met een baan op strand, en als u niets dat u wint. Rook eens een sigaret, ga eens vroeg naar uw bed. Geef een spetterend beest, omdat het goed is geweest. En dan denken wij aan uw mooie hoofd, aan uw lieve lach. En wij zeggen dag, lieve koningin, lieve koningin, lieve koningin. Komt u hier naartoe, majesteit? Wat gebeurt er? Ik denk dat de majesteit hier naartoe komt. Zou je denken? Nee toch? Prinses, ja, tuurlijk. U bent hier altijd gastvrij op de bühne. Tuurlijk. Kom maar, gewoon. De prinses. Ik schrik me letterlijk een hoedje. Wat is dat? Oh, jee. Majesteit. Ja, oké. Ja, zit hier? Kwiek pas? Ja, is nog kwiek. Ze is heel kwiek. Oh, dat ging ze bijna. Nee, het gaat wel. Het gaat wel. Dag, het heeft me heel erg ontroerd. Prachtig, prachtig gezongen. Erg mooi. Ik wil jullie ook echt heel erg bedanken voor dit geweldige cadeau.
En ik wil een extra groot applaus vragen voor deze fantastische zangers en dit swingende orkest, nou, mensen. Ik weet dat er geruchten gaan dat ik helemaal niet van zingen hou. Nee, niets is minder waar. Nee, mooi. En ik durf het dan ook bijna niet te vragen, maar... Wat? Mag ik ook een liedje zingen? Moeder, zou je dat wel doen? Lex, hou je mond. Liedjes zingen? Ik denk iets van Oranje Boog. Zoiets koninklijks. Dank je. Ik ben er klaar voor. Ach. Ja. Wat is dit? Thank you.
Dames en heren, NKT Theaterschool en Stedelijk Orkest Purmerend. Ja, en u zult wel denken, wat is er toch weer vlug een einde gekomen aan deze voorstelling. En het komt omdat we er allemaal zoveel plezier in hebben om het voor u te doen, dat het eraf moet spatten en dat we u graag morgen nog een keertje terugzien, want dan zijn ook op het balkon nog plaatsen over. En we houden natuurlijk altijd van een Purmerends feestje. En de bloemen zijn van de peperbloem worden die verzorgd voor de NKT koor en voor de solisten van de NKT. Terwijl de bloemen verder worden uitgedeeld, wil ik u graag heel erg bedanken voor uw aandacht. Vooral onze gasten die wij genodigd hebben, onze sponsoren, onze adverteerders in het Purmerends Stedelijk Orkest Purmerend Magazine, wat u gekregen heeft. Waarin ook al onze volgende optredens staan. En natuurlijk dank ik onze burgemeester Don Bijl en zijn partner voor hun aandacht van vanavond. We zijn altijd erg blij dat u in ons geïnteresseerd bent en dat u naar ons komt luisteren. Ja, en er is natuurlijk een heleboel werk verzet door een heleboel mensen. En een van die mensen is natuurlijk Henk Ummels. En het idee voor deze show, de muziekkeuze, de teksten, de grapjes, geschreven door Jeroen Mann. Dames en heren, als u het later thuis nog een keertje terug wilt zien, er ligt een intekenlijst voor dvd's en ook dat wordt door een Purmerends bedrijf opgenomen. APPLAUS. Wij danken u heel erg voor uw aandacht. U weet het, morgen kunt u nog op het balkon terecht. Wij zien u graag terug. Dank u wel. APPLAUS.